moet pilaren breken! Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Terraria 1.3.4. Ik ben er weer, Stevie, Zelda Play 20, terug met een nieuwe aflevering. En voordat ik ga zeggen in de vorige aflevering, nou dat zou ik nou wel zeggen, in de vorige aflevering hebben we een hele pittige baas verslagen en die moest niet gekloond worden en die werd wel gekloond en ik probeerde het, maar het lukte niet. En na 3 keer geprobeerd te hebben, hebben we hem eindelijk neergehaald, dus ik ben een blij konijntje, want we kunnen nu eindelijk verder. Goed, dus we moeten wat pilaren weghalen. Om precies te zijn hebben we hier 4 pilaren. Ik ga proberen de 2 in deze aflevering, want het is een korte aflevering, ik heb weinig tijd. Ik moet dadelijk weer verder, want waar ik het dus nu over wil hebben. De oorspronkelijke planning. Oh god, we gaan het over een oorspronkelijke planning hebben. De oorspronkelijke planning was namelijk tot ik The Legend of Zelda vandaag zou gaan opnemen. En er is iets tussen gekomen. Ik hoorde gisteren van een evenement dat in Amstelveen zou plaatsvinden. Een Pokémon Go evenement. En ja, dat is morgen, dus ben je toevallig in de buurt van Amstelveen. Ja, wij zijn morgen in Amstelveen, dus dan zijn jullie daarvan op de hoogte. En daar is dus een Pokémon Go-event in verband met de viering van, ja, tot de nieuwe Pokémon er zijn. Volgens mij zijn er 80 Pokémon bijgekomen uit het hoofd. Volgens mij waren het er nou 80 die erbij waren gekomen van de tweede generatie. Ja, Embryon. Espeon en Umbreon, die zijn er dus ook bij toegevoegd. En ja, ik ga er een video van maken. En ja, ik ga er naartoe. Dus dat gaat gewoon heel erg gezellig worden. Dus daarom heb ik besloten, voordat ik die kant op ga, want ik ga er vandaag al naartoe, om namelijk de voorbereidingen klaar te zetten met camera en alles. Dus tot ik nou nog een aflevering van Terraria zou gaan doen. Dus ik dacht bij mijn eigen, dan heb ik toch nog voor jullie een videootje. Het weekend zal nog geen video hebben, dan zijn jullie daarvan op de hoogte. Dus ja. Goed, in ieder geval, ik zoek even mijn ammo, want ik wil dus zoveel mogelijk Holy Arrows hebben. Wooden, Hellfire, Flaming Arrows, Holy Arrows. Ik had er toch meer? Heb ik die in een andere kist gedaan of zo? In mijn privékistje of iets. Volgens mij mijn piggybank dan. Ik wil even kijken, geef een seconde. Nou, blijkbaar zijn dit de enigste Holy Arrows die ik nog heb, maar ik denk dat dat wel genoeg is. Ik ben heel eventjes bezig geweest om ook heel eventjes ingrediënten ervoor gaan zorgen tot wij eventjes wat potions kunnen maken. Want ik wil Potion of Regeneration hebben. Dus die zet ik hier ook eventjes neer. En we kunnen er helaas met 2 maken, want mensen bloemen worden helaas allebei gebruikt. Nou, met die dus ook weer gepakt te hebben. Even kijken, health potions, potions. Wat heb ik hier nog verder? Heb ik genoeg health potions bij me? Ik heb er genoeg bij me. Ik heb een summons heb ik bij me. Eens even kijken. Deze die mag dan terug. Zandblokken die gooi ik gewoon weg. En dan heb ik op zich wel goede potions. Heb ik allemaal bij me. Dus dat zit wel goed. Het enige wat ik nodig heb is mijn andere armor. Want ik heb nou mijn Beetle armor aan. En ik wil hier toch wel eventjes de Holy Arrow regen op gaan gooien. Dus ik denk dat het beste is om de arrows te pakken. Dus dat is deze, deze en die. Onze defense gaat dan volgens mij, even kijken, van 83 naar 73. Hebben we dat ervoor over? Ja, even kijken. Ik heb de Ang Shield, ik heb die. Extra range damage. Snelheid. Die is ook altijd handig. Het beste zouden we het s'avonds kunnen doen. Maar ik ben onverstandig en ik hou niet van wachten. Dus ik heb zoiets van, we gaan het gewoon proberen. Dus wat ik ga doen is, we gebruiken deze. We gebruiken die. En nou, we zitten op dat evenement moment. Dus laat ik gewoon zeggen van, we gebruiken weer de Espeon Summon en de Umbreon Summon. Ik bedoel, morgen gaan we daar toch naar toe op zoeken. Dus en voordat jullie in de comments neer gaan zetten, ja, ik weet de truc al, maar shh, dat komt in die video. Dus dat is al mij verteld, dan zijn jullie daarvan op de hoogte. Goed, wij gaan richting de eerste pilaar en dit kan gevaarlijk worden. Dit kan extreem gevaarlijk gaan worden. Zoals we zien. Oh, fijn. Er is ook nog eens een keer een sandstorm bezig. Hier word je niet vrolijk van. Zit daar ook toevallig die pilaar? Ik hoop het niet. Oh boy. Oh, daar ben jij. Oké. Ja, hier zit die pilaar. Deze pilaar die heeft een schild om zich heen zitten. En die gaat pas weg op het moment dat wij meer dan genoeg damage hebben gegeven aan de vijanden. Of ja, niet genoeg damage, als we genoeg vijanden hebben verslagen. Dus wat je wil doen is je wil gewoon rondcirkelen en zoveel mogelijk vijanden gaan verslaan. Deze vijanden droppen niks. Au, en ze doen heel veel pijn. Dus ik denk dat ik even mijn buffs aan ga zetten. En een health potion even in gaan zetten. En we willen dus zoveel mogelijk van die vijanden neerhalen. Op het moment dat we genoeg vijanden neer hebben gehaald, gaat die shield naar beneden toe. En kunnen wij dus rustig die pilaar neerhalen.
Als we dat piraatje neerhalen, dan krijgen we ik weet niet hoeveel goede goodies waar dat we leuke wapens van kunnen maken. En dit is toevallig de Ranger, wat jullie mij genoeg hebben verteld. Heel erg bedankt daarvoor. Oké, de Desert... Nee, we hebben nog steeds die Desert Storm bezig, dus daar ben ik wel eigenlijk een beetje... Daar heb ik een beetje zout over. Oké, nou gelukkig is het niet al te druk hier. Oh, we blijven gewoon schieten, dit gaat op zich wel decent. Probeer goede distance te houden, kijk uit voor de kogels die hun kunnen schieten. En gotta kill them all. Oké, nou we zitten alweer bijna op het punt dat we weer health kunnen gebruiken. Dit is niet de gevaarlijkste van alle. Ik vind zelf persoonlijk de melee, dat is de rode, die vind ik persoonlijk het gevaarlijkste. Dus daar wil je zeker voor uitkijken. Oh boy, oké, ga neer. Oh, het is hier beneden een beetje druk. Auw. Oké, nou een health potion kunnen we weer gebruiken, maar dat is op dit moment niet nodig. Ah, we doen zoveel damage. We got this. We hebben nog genoeg pijlen. En het grappige is, wij besparen ook nog eens een keertje pijlen op het moment dat we dit doen. Nou, volgens mij was het zo dat we 150 van die vijanden... Oké, nou wil ik wel even helpen. 150 van die vijanden neer moesten halen voordat de barrière neergaat. Hoi. Ik ben heel flauw. Auw, die dingen kunnen pijn doen. Oké, dit gaat lekker, dit gaat lekker, dit gaat lekker. Dit is dus de event. Op het moment dat je alle vier de pilaren neer hebt gehaald, verschijnt er een baas. Dus zorg ervoor dat je de pilaren neerhaalt die je wil hebben. Want geloof me, voor de baas ben je nog niet klaar. Op het moment dat je de baas oproept, dan... Of je moet heel veel geluk hebben, of je maakt eigenlijk gewoon je eigen al van kant. Is de pilaar ondertussen al zijn schild neer? Nee? Hi. Op de grond is het eigenlijk best wel dangerous. Dus daarom wil ik zo min mogelijk op de grond blijven liggen. Au, 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 nou ja, die laser die deden maar één schade. Oké, we kunnen bijna weer een potion gebruiken. We hebben al 50 van die beesten beslagen. Dan mag van mij die pilaar nou elk moment neer. Plus we zitten ook nog eens een keer in een sandstorm. Dat is echt totaal niet ideaal. Trouwens, even over die pilaren. Die pilaren die kunnen overal in verschijnen. Dus die kunnen in elke volgorde verschijnen. Er is geen vaste volgorde waarin dat ze verschijnen. Dus dan weet je dat dat totaal random is. Dat wij nou toevallig deze naast onze basis hebben... Dat is alleen maar heel erg gunstig voor ons. Au. Ah, op zich gaat het best wel goed. Ik bedoel, we krijgen genoeg... Oh, de pilaar is neer, de pilaar is neer. Oké. Aanvallen. Tek, 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 tek. Shoot it with everything we have. Oh, help. En hij is neer, hij is neer. Oké. Even alles neerhalen. My mind goes numb. Zoals je ziet, we krijgen Vortex Fragments. Deze zijn geweldig. Hoeveel hebben we er eigenlijk gekregen? Geef me die laatste. Oké, we hebben een van de pilaren al neer. Daar ben ik heel blij om. Daar ben ik een heel blij konijntje over. Auw. Ga weg. Oké. Nou, even terug naar huis. Hoeveel hebben we er gekregen? 35. Dat is zeker decent. Het enigste nadeel is die banners, ja... Je kunt overal wel alle banners neer gaan hangen om er een buff van te krijgen. Maar ja, zoals ik al zei, het is totaal random. Dus het wordt echt lastig om juist eruit te vinden van... Ja, gaat het wel de goede kant op, gaat het niet de goede kant op, etcetera. Goed. Weten jullie nog dit ding wat we in de vorige aflevering hebben geplaatst? We kunnen hier nou leuke dingen hier met deze stuff maken. We kunnen nou een Vortex Beater maken. Dat is range damage. Die doet 103 damage. Volgens mij is dat ook een soort van mitrailleur. Vergeleken met de Godly Megashark schiet deze volgens mij ook heel erg snel. Het enige nadeel is... Deze die schiet nog op wild. Dus daar kun je niet echt goed mee richten. Hetgene waar ik echt voor wil gaan... Hoeveel kost die eigenlijk? 18. Hetgene waar ik voor wil gaan is deze. Deze is geweldig. Die wil je kopen. Geloof mij, dit is de nummer 1 ranged wapen die je kunt kopen. Of ja, die je kunt maken voor een ranger. Met bow en holy arrows, dit is devastating. Dit is echt de boss killer die je wil maken. Dus zonder enig oponthoud, ik ga hem zeker halen. En we hebben een keen, maar deze die kijkt natuurlijk refortje, want dit is zo geweldig. Maar je kijkt, 129 ranged damage op de setup die we nu hebben. Deze die zit nu op 126, maar die heeft godly status. Dus, oh, ik kan niet wachten om dat te gaan proberen. Enigste nadeel is, ik zou dolgraag die andere willen maken, maar natuurlijk komen er eentje tekort. Meh.
Ik haat het wanneer dat gebeurt. We zouden nog deze kunnen maken. Deze die zorgt ervoor dat de achtergrond verandert. Maar op zich vind ik dat nou op het moment een beetje zonde van onze materialen. Dus wil ik dat niet gaan doen. Oké, waar is onze tinkerer? Want wij hebben wat reforging te doen. Waar is die mafcase? Ah, daar ben je. Gast, jij gaat mijn geld verslinden. Oké, we hebben in totaal volgens mij iets van 6 platinum coins. 7 platinum coins. Oké, nou, hij is gelukkig niet al te duur. Sluggish. Awkward. Murderous. Dat is nog niet goed genoeg. Ja, ik wil eigenlijk voor de beste. En de beste is niet Godly, maar dat is zo... Oh, hoe heet dat nou ook alweer? Godly is niet het beste. Ik ben... Als ik het zie, dan weet ik het. Dus ik ga gewoon nog wel eventjes door. 18, 20. Oké, we weten in ieder geval dat 35 een hele hoog is. 24, 20. 27. Ja, weer die Godly. Ik probeer hem nog één keer. Nee, hij blijft Godly zeggen. Ik wil jullie dat doorgaan laten zien. Volgens mij was dat... ik had hem hier volgens mij ergens al op één range. Godly. Godly. Ja, hij doet nou 147. Ik vind niet dat ik maar klaar... Ik wil nog één keer proberen. 51. Unreal, dat was hem, ja. Unreal is de beste die je erop kan krijgen. Moet je kijken. 147 damage, extra speed, critical strike chance, velocity en knockback. Dit is nou onze bom. Ik wil niet zeggen dat we deze trouwens kwijt willen raken. Absoluut niet. Dit is namelijk een van de beste dingen die we samen bij elkaar kunnen voegen. Dus ja, ik zou zeggen laten we proberen op de volgende pilaar. Lijkt mij leuk. Eens even kijken, welke is dan nog meer leuk om te doen? Want jullie hebben me al uitgelegd, de Stardust, dat is voor de summon. De Nebula is voor de Magic. Op zich is Magic ook wel heel erg leuk. En de Solar Pillar is voor de Melee. En zoals ik al zei, de Melee die kan behoorlijk pittig zijn. Dus daar willen we zeker mee uitkijken. En die houdt ook niet van als je in de lucht rondloopt. Dus die kun je beter met Melee ook benaderen. Ik denk dat we op zich wel voor de... Stardust volgens mij kunnen gaan. Ik bedoel, het is daar wel bij dat daar, maar... Ik denk dat we voor de Stardust gaan. Laten we gewoon voor de Stardust gaan. We zien wel van eigenlijk hoe dat het uit gaat pakken. Dus ik zou zeggen, let's do it. Tenminste, ik neem jullie gewoon mee. Ik heb geen zin om te knippen. Dus, oh boy. We hebben nog steeds hier die desert. Goed, wat dus het verschil is tussen deze bow en deze bow hier... ...is deze, die hebben jullie al gezien... ...die schiet dus een heleboel pijlen vanuit de lucht. En dat geeft dus een mooie crowd control, zoals jullie dat hebben gezien. Deze daarentegen, die doet iets totaal tegenovergestelds. Deze schiet gewoon één pijl, maar op het moment dat het doel geraakt wordt... ...schiet hij ook nog eens in een keertje, ik weet niet hoeveel pijlen... ...en ben je locked on target. Deze die wil ik zeker gaan gebruiken tegen onze Duke Fishtron. Ofwel, zoals ik hem noem, Primal Magikarp. In ieder geval dit... Ik hoop niet dat we... Nee, als het goed is, zetten we niet een... Oké. Het is wel heel erg donker. Zou ik niet eventjes een Night Owl potion meenemen? Ik bedoel, serieus, het is wel extreem donker nu. Ik weet dat ik heel erg veel back and forth ga, maar ik wil jullie toch wel een beetje de actie laten zien. En ik weet dat het nacht is en dat is best wel vervelend, maar... Even kijken. Heb ik hier Night Owl potions? Die heb ik hier niet tussen zitten. Dus... Zoals ik ze altijd noem, LPV potions. Heb ik er hier misschien tussen zitten? Heb ik hier archery potions? Ja, die heb ik. Ik heb heart reach potions. Ik heb die potions nog. Volgens mij heb ik hier een LPV. Ik heb volgens mij geen LPV potions. En ik kan ze ook niet maken. Ik heb op het moment te weinig stunt floors heb. Dus bosses. Health seeds. Nee, ik zie ze hier niet tussen staan, jongens. Oh boy. Dus noods wacht ik gewoon tot dag. Maakt mij niet uit. Waar was die baal ik van? Geen night... Oh, ik heb Night Owl Potions. Die kan ik wel meenemen. Neem gewoon een Night Owl Potion mee. Wat, ik gebruik er nou al eentje. Dan is het toch al wat iets lichter. Ik bedoel, dat is een soort van Night Vision. Dus ja, dan zien we 's nachts nog beter. Ik bedoel, 's nachts is het behoorlijk donker. Dus ja, ik wil jullie ook wel een beetje de actie laten zien. Oh, hoi. Oh, tegen jou kan ik heel eventjes jullie de nieuwe boog laten zien. Waar zit je? Waar ben je? Nou, laat jezelf zien dan. Oh, daar ben je. Hier, moet je kijken, moet je kijken, moet je kijken. Check die damage per seconde. Wrecked.
zoveel damage per seconde. Je hoeft alleen maar de klikmuis ingedrukt te houden en er komen zoveel pijlen op af. Plus die holy arrow damage er ook nog eens een keertje bij. Wrecked. Ik hou van dit wapen. Dit is echt mijn lievelingswapen in Terraria op het moment. En grappig is, als je dus die ene baas hebt verslagen, dan heb je er al gelijk access to. Het enige nadeel is wel, je moet natuurlijk eerst de golem hebben verslagen. Ah, weet je wat? Ik denk dat ik de golem nog een keertje op zou gaan roepen en gewoon dat wapen ga gebruiken om jullie eventjes te laten zien hoe overpowered dat het is. Lijkt me wel een leuk ding om te doen. Maar goed, we gaan eerst eventjes een pilaar nou eventjes neerhalen. En dat kan natuurlijk een hele gevaarlijke issue worden. Ik bedoel, we hebben geen death op het moment. En daar ben ik eigenlijk best wel blij mee. Nee, niet weer een desert, jongens. Kom op. Ik wil gewoon zo'n pilaar nou even neer kunnen halen, ja? Oké. Voorzichtig. We zijn in de buurt. Oké, we zijn er, jongens. Oh, het is hier echt wel heel erg donker. Ik vind die achtergronden vind ik ook zo mooi. Die achtergronden, je kunt ze dus creëren met de pilaren, dat je dan zo'n achtergrond de hele tijd krijgt. En ik vind dit ook zo'n hele mooie. Oké, laten we gewoon deze heel eventjes gaan schieten, want ja, we kunnen wel met die andere gaan schieten. Maar we willen gewoon een beetje crowd control hebben, dus laten we kijken of we deze ook zo snel mogelijk neer kunnen halen. Paas erop, hè. Die dingen, daar wil je voor uitkijken. Op het moment dat ze neergaan, schieten ze dus die beesten op je af en die kunnen heel erg veel damage doen. Dus daar wil je zeker voor uitkijken. Ik ben niet bang voor jullie, of misschien een beetje, buffs. Doink, 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 doink. Oh, en het is ook nog eens een keer een volle maan, waardoor dat we weerwolfjes hebben. Weerwolven van Wakkerdam misschien. En deze bubbels die wil je zeker killen, want hoe meer van die bubbels... Die bubbels die splitten zich in heel veel vijandjes. En ja, vergeet niet, we willen zoveel mogelijk vijandjes killen. Dus die bubbels die zijn echt een must om neer te halen. Auw. Maar ja, die bubbels die kunnen natuurlijk ook heel erg dodelijk zijn, dus daar wil je wel voor uitkijken. Oeh, health graag. Oh, 144 damage. Ik zei al, voor die dingen wil je echt uitkijken. Dat was mijn health potion daar. Oké, nee, je mag niet op me schieten. Nee, je mag niet op me schieten. Nee. Oh, hier wil je niet in belanden. Auw. Oké. Deze is toch een beetje gevaarlijker, vind ik persoonlijk, dan de range. En dan denk je bij je eigen van, ja, kun je dan niet beter die andere gaan gebruiken? Nee, zoals ik al zei, je wil deze gebruiken. Oh. Oh boy, dit kan mijn death worden, jongens. 28 seconden en één ding waar ik door geraakt word, kan al mijn death zijn. Oh boy. Nee, niet het water in. Niet het water in. Oh, kijk uit voor die ballen. Vlieg gewoon rustig over ze heen. Oké. Ik heb weer wel health geregenerate. Oeh. Oeh. Ja. Oké, ik wil echt een potion gebruiken, jongens. Potion. Dank je. Oké. Oh, voorzichtig aan. Alles komt goed hier. Alles komt wel goed. Als je maar gelooft in mij. Auw, ik heb nog maar 19. Dit gaat heel erg fout. Ik wil weg hier. Het grappige is, ook al zou je dus doodgaan. Ga dood, ga dood. Ah. Zo dichtbij en zo ver weg. Ik wou opvluchten. Oh. Ja, jongens. Hartstikke leuk. Echt. Stomme bubbels. Ik ben neergehaald door een bubbel. Eigenlijk ben ik technisch gezien ben ik neergehaald door die slang. Stom beest dat is. Ik heb nog maar 500 pijlen. Ik heb nog geen potion of regeneration. Ik heb nog wat archery potion, maar... weet je wat we doen? We doen eventjes... Poef. Poef, die. Pakken weer deze twee erbij. Wat is dit eigenlijk? Oh, dat is al zo'n banner. Het is een nadeel tot we inderdaad zoveel pijlen al hebben verspeeld. Maar aan de andere kant, die pijlen die zijn best makkelijk te maken. We hoeven alleen maar even in de dingen te gaan checken. En wanneer stopt het nou eens een keertje met die sandstorm? Serieus. Die sandstorms die zijn irritant. Of moet ik zeggen, zirritant. Serieus. Ik bedoel, ik heb gezegd dat we die pilaar neer zouden gaan halen. Dus we halen die pilaar... We halen die pilaar neer. Punt. Kom maar uitroepteken, sluit, slash, vraagteken, slash, koffie. Maar nogmaals, ik vind die achtergronden, die vind ik... Maar ik denk zelfs tot
Weer zo'n gast? Serieus? Waar zit je? Ik vind het niet erg om je te killen, hoor. Moet je wel je lelijke bakjes laten zien. Waar zit die gek? Wat ben je nou weggerend? Wat een scheidluis! Sorry voor mijn taalgebruik, maar ik serieus. Oké. Okay. Zal wel. Het is weer dag geworden, dus het enige nadeel is die dingen echt alleen maar hier komen. Dat kost toch gewoon zoveel health. Oké, okay. Nou. We hebben een defense. En niet te vergeten jongens, na deze pilaar laat ik jullie echt nog wel heel eventjes een golem battle zien. Met deze boog die we nou gemaakt hebben. Want er is een reden dat het echt mijn favoriete item is in het spel. Dus ik raad hem echt aan tot jullie hem opmaken. Oké, okay, we horen het geluidje. Boom! Buffs! Oh, dat is gemeen. Die kon ik niet dodgen. Oh boy, dit is ook niet fijn. Oké, okay, even gelijk een health potion. Yeek. Het is niet fijn dat die beesten trouwens hetzelfde geluid maken als ik. Als ik geraakt word. Ah ja, nou maak ik dat geluid in ieder geval niet. Daar niet van, maar oh boy. Hi. Wil jij niet die beestjes alsjeblieft spannen? Want die beestjes die doen pijn als je die op me schiet. En dat is dodelijk voor mij. En hoi. Hoi. Het is eigenlijk heel makkelijk om ze te dodgen. Maar als je dus geraakt wordt, dan doet dat zoveel schade. En daarom is het niet fijn. Auw. Zie jullie wat ik bedoel? Serieus, ik heb nou nog maar 130. Deze dingen die zijn dodelijk. Auw. Oh boy, oh boy, oh boy. Vijf seconden. Ik ga niet wegrennen. Go. Oh, de pilaar is weg. De pilaar is weg. Kill! Kill, murder! Ik weet dat ik de andere boog had moeten gebruiken, maar ik heb geen zin om te swappen nu. Auw. Oké, okay, hij is neer, hij is neer. I am overwhelmed with pain. Nou, eigenlijk meer met blijdschap omdat die pilaar neer is. Oké, okay, eerst even die vijandjes neerhalen. Oh, zwem maar even tussendoor. Oh ja, die dingen die regenerate ook nog eens een keer. Zijn ze allemaal neer? Nee, ze zijn er niet meer. Ga dood. Auw. De pijn. De agony. Oh. Jullie weten echt niet van ophouden, hè? Jullie weten echt niet van ophouden. Zo, genoeg. Hé, hey, je bekijkt het maar. Zoek het maar uit in je eentje. Oké, okay, hoeveel hebben we er? We hebben er hier 36 van gekregen. Ik zie hem eens. Nee, deze hadden we over van de vorige. We hebben nou Stardust. 36. Even kijken. Deze die geeft een 36 en die andere die gaat op maar 35. En dan kwam ik er eentje tekort en dan met een paus. En klonk ik als dood voor een of andere reden. Maar goed. Laten we zelf eens kijken wat we hiervan kunnen maken. Nou, we kunnen hier dus ook weer leuke wapens van maken. Zoals je kan zien, we hebben hier de Stardust Cell Staff. Dat geeft een summon. Maar de meest belangrijke die de meesten leuk vinden, dat is deze. De Stardust Dragon Staff. Stardust Dragon Staff is één summon die groter wordt hoe meerdere summons dat je kan oproepen. Het enige nadeel is, ik heb nog niet echt een manier gevonden om hem te linken met een evolutie. Dus, maar ik wil hem zeker gaan gebruiken om hem jullie dus te laten zien. Deze daarentegen... Nee. Goed, er zijn nog meer dingen die we hiervan kunnen maken en daarvoor gaan we heel eventjes naar onze grote vriend Steve. Steve, vertel ons wel eventjes makker. Wat kunnen we hier nog meer van maken? Goed, wat voor mij heel erg belangrijk is, is dus van Vortex, is dus de set die we kunnen maken. Kijk, er is dus veel meer wat we nog kunnen maken. We kunnen super healing potions maken. Het enige nadeel is dat we hebben alle potions nodig. En alle ingrediënten. En daar kunnen we dus 4 super potions van maken. En die restoort 200 health. Dus dat is zeker heel erg handig. We kunnen ook er bouwblokken van maken, maar dat zeg ik van ja, dat vind ik een beetje zonde om dit materiaal voor te gebruiken. We kunnen de Lunar Hook maken als we alle 4 de kristallen hebben. We kunnen een Solar Fragment maken.
Mochten we dus ergens te weinig van hebben, dan moeten we 3 voor eentje. Vind ik zonde om te doen. Nou, de pilaar, dat weten we toevallig dat we die kunnen maken. Maar er is ook nog eens een keer een set. Alleen daar heb je ook Luminite Bars voor nodig. Luminite Bars. Ja, die zijn helaas niet echt makkelijk te krijgen. Die krijg je dus van een Final Spoiler baas. Dus daar wil je wel voor uitkijken. Maar deze set is echt geniaal. Die wil ik echt maken. Natuurlijk kun je ook nog een pickaxe maken. De gewone tools die we gewend zijn dat je die zou kunnen maken. Enigste nadeel is natuurlijk, daar hebben we ook die bars voor nodig. En die tools, ja, ze zijn ze niet echt waard. Oké, je krijgt een hele snellere mining speed. Maar ze zijn het helaas niet waard. Nou, deze, die wil ik nog wel gaan maken. Maar ja, helaas heb ik daar eentje te kort voor. Dus misschien dat ik dan toch stiekem dat wel ga doen. We hebben ook nog een keertje deze die hebben kunnen maken. Nou, je kunt dus ook deze dingen nog verder maken natuurlijk. En het allerleukste is, je kunt er ook... Oh, we kunnen wel... Oh nee, die kunnen we nog niet maken. Dit is namelijk weer de nieuwe vlieg-equipment die je zou kunnen maken. We zitten nou nog op vleugels, maar die zou je dus ook kunnen maken. Maar daar heb je dus ook weer de bars voor nodig. Je kunt er ook een die van maken, maar dat vind ik heel erg duur. En de die, die ziet er niet echt mooi uit. En de slistel, dan staat er Summons the Impending Doom. En wat de Impending Doom is, dat zien jullie van eigens wel. Dus ja, dat zijn de dingen die we er zeker van kunnen maken. En ja, hetzelfde geldt voor de Stardust Fragment. Daar kun je dus ook weer de armor en alles van maken. Dus ik heb hier altijd ook weer een kistje voor. Even kijken. Ik heb hier nog een lichtkistje. Ja. Oké, dan zeggen we deze. Rename. Final. Event. Save. Oké, final events. Dan mag dan deze in. En dan mag dan deze in. Nou, deze. Die wil ik jullie zeker laten zien. Dat is een dragon. En die dragon die doet heel veel damage. Maar het allerbelangrijkste wat ik jullie wou laten zien. Eventjes kijken of ik nou eventjes hier even kan quickstacken. Oh, ik heb een black lens. En die heb ik nog niet eens in mijn materialendoos zitten. Oh, stout ik. Heb ik trouwens nog... even kijken. Bij hard wapens. Hard mode stuffs. Heb ik hier... Ja, ik ken eventueel wat... Ja, ik heb er genoeg. Ik heb er genoeg. En de aflevering die wordt al een beetje aan de lange kant. Dus laat ik zo snel mogelijk eventjes de bos pakken. Even de golem oproepen. En laten we hem heel eventjes pijn lijden. Ik bedoel serieus. Een stomme golem. Bos. Waar sta je? Oké, bos is hier. En ach, we hebben er nog zoveel jongens. Dat komt wel goed. Goed. Ik ga jullie heel eventjes... Het enige wat ik daarvoor kan gebruiken is dus een archery potion. Om de echte top damage te gaan doen. En jullie zullen net zien hoe snel dat we deze wel niet gaan neerhalen met mijn nieuwe boog. Dus golem, kom er maar even in. No chance. Kijk naar die vuist. Kijk naar die vuist hoe snel dat hij weggaat. Kijk naar zijn health. Kijk naar het balkje. Het is een regular enemy voor ons geworden. Serieus. Binnen 10 seconden misschien. En hij is done. Hij is weg. Poef. Dat is de boog. Dat is de boog. Dit is de boog waar we Duke Fisher om mee gaan verslaan. Dus in de volgende aflevering, 100% zeker, gaan wij Dookie vechten met deze boog. Oké, we hebben nog niet het Ultimate Armor. Maar er zijn heel veel leuke dingen die we van Dookie kunnen krijgen die ik zeker wil hebben. Dus in de volgende aflevering gaan we zeker even weer proberen... Prime Magikarp. Prime Magikarp te verslaan. En natuurlijk zijn er ook nog de events die we willen doen. De Pumpkin Moon event. De andere event, die Frost Moon. Met hele leuke muziek. Dus die gaan we zeker doen. Ik ga heel eventjes... heb ik hier al... Nee, die heb ik nog niet. Goed, ik ga heel eventjes een bordje pakken. En eventjes voor de wall of comments. En ik zie jullie, zoals gebruikelijk, in een seconde. En de comment van de dag, die is geselecteerd en die is geplaatst. En we gaan gelijk even een kijkje nemen. De comment van de dag, die komt van Dragon Mobile. En Dragon Mobile, die had geschreven... Ik heb nu al 6 ijsgolems verslagen. En nog steeds geen ijs verder. En ik heb ook nog geen enkele Nimbus gevonden. Nee. Ja, dat is dus een probleem met Terraria. Nou ja, het is geen probleem. Dat is dus juist de moeilijkheidsgraad een beetje. Dat alles een kansverhaal is. Er is een dropkans van dit, een dropkans van dat. En ik zelf heb het ervaren met de 1.2.4 serie. Zoals vele mensen weten. Hoe lang dat ik wel niet bezig ben geweest met het farmen voor een Nazar. Dat heeft mij 4 uur gekost. Ik had zoveel banners. Ik had zoveel stuff. Dus helaas Dragon Mobile, het gebeurt. En ja... Ik zou zeggen, misschien dat de volgende wel gaat droppen. Wie weet. In ieder geval bedankt voor je geweldige comment. En ik hoop je dus veel geluk te hebben dat je toch die items te pakken gaat krijgen. En daarbij wil ik het gelaten voor deze aflevering. Dus in de volgende aflevering gaan we weer Primal Magikarp, Duke Faceron, proberen te verslaan. Hopelijk dat het ons lukt. En misschien dat we nogal ergens dik bij de Moon Lord gaan komen. Maar ik denk eerder dat ik de events wil gaan doen. Zoals de Pumpkin Moon. En ik bedoel, we hebben... De 1.2.4, zoals het toen was, Final Armor al te pakken. En we hebben al sommige 1.3
items te pakken. Dus ik denk dat dat wel leuk kan worden. In ieder geval, laat een reactie natuurlijk achter als je daar de tijd voor hebt. Wat jouw lievelingsmomentje was of favoriete momentje. Of wat jouw gedachten zijn over deze bow. Heet deze bow Phantasm? Ja. Hashtag Phantasm bow is unreal. Ja, is zeker unreal. Dat wordt de hashtag, waarom ook niet. En natuurlijk laat een like achter als je daar de tijd voor hebt. Ik wens jullie nog een hele fijne dag. En hopelijk tot de volgende video. En ja, omdat het op een vrijdag wordt geüpload, ook alvast een fijn weekend. Misschien zie ik jullie nog wel in Amstelveen. Wie weet.